Yes, velen van jullie hebben om hem gevraagd. Ik ben wederom met Ejoub, het monster. Hij speelt bij Feyenoord onder 15, bij het Nederlands elftal. En hij is de young legend van FC Straat. De grote vraag van vandaag is, wie kan dit monster nog stoppen? Hij is niet te stoppen. Tuurlijk wel. Tuurlijk niet. Tuurlijk wel. Tuurlijk niet. Wij gaan jou stoppen. Oké. Ik hoor, er is een battle in the making. Ha! Durf je dat? Ik wel, man. Ja? Ja, man. Koen ziet toen tegen Ejoub het monster. Dat willen wij waarschijnlijk wel zien. Laat weten hier beneden in de comments of we dat willen zien. Volgens mij moeten we niet meer veel gaan praten. Koen ziet toen. Je bent niet alleen gekomen. Je hebt iemand meegenomen. Ja. Ik ben Arjan Chesney. En ik train deze 5 monsterlijke keepers. We gaan om en om. 1 keer penalty nemen, 1-op-1. Penalty nemen, 1-op-1. Penalty nemen, 1-op-1. Waar gaan we mee beginnen? Penalty. Onze eerste monsterlijke keeper, Mickey van der Hart. Meer dan 100 Eredivisiewedstrijden. Hij gaat pakken. Wat doet het met jou, mentaal? Niet veel. Bal moet net raken, toch? Yes. Dat doe ik dan. Let's go. Ik heb wel wat voor je meegenomen nog, als je dat goed vindt. Wij gaan vandaag het monster terug in zijn hok stoppen. Dus hier ga jij straks mee naar huis. Dus je hebt dit helemaal voorbereid om deze grap te maken? Ja. De enige kooien die wij kennen zijn pannakooien en ook daar maken we stuk. Accepteer de punchline. Oh, is redelijk ingeschoten, maar nu gaat het echt beginnen, zeg maar. 1-0 voor team Ejoub het Monster. 1-op-1, ronde nummer 2. Hij speelt met profkeepers. Het is gewoon om Ejoub een beetje zelfvertrouwen te geven. Niks aan de hand. Zelfde hoek. Wel leuk dat hij zo bij de hand doet. Koen, introduceer hem eventjes. Monsterkeeper nummer 2. Jordi van Stappershoek. Op 16-jarige leeftijd dan naar Stoke City. En op zijn 18e zijn debuut in de Eredivisie. Laat het nu filmen. Je moet keepers ook weer zelfvertrouwen teruggeven, snap je? Ja, dat was wel een mooie redding. Soms moet je zakelijk zijn. Heb jij een zwemdiploma? Ja. Waarom dook je niet? Monsterkeeper nummer 3 in die groothuizen. Bij Nederland onder 20 gescoord. Clean sheet, record verbroken in Denemarken. En misschien wel het allermooiste. Hij heeft 9 jaar samengespeeld met Abdelhak Nouri. 9 jaar. Dat is echt prachtig. Maar waarom praat je alsof jij dit zeg maar allemaal wist? Je hebt gewoon Wikipedia gekeken. Dit wist ik. Goed weggewerkt hoor, lekker. Het goede was dat de keeper de verkeerde kant op ging. Bij verkeer zou hij gewoon boete krijgen, snap je? Gewoon spookrijden. Nee, hij wordt teruggehaald. Arjan, zeg maar Varjan geworden. Het is overgesprongen naar Varjan. Die bal wordt teruggehaald. Dit is geen speler voor de bank, hè? Not a player for the bench. Hij kan ook gewoon gelijk scoren, zoals hij dat deed bij de vorige keeper. Ja, maar hij had nu ook afgezaagd kunnen worden. Ja, ik vind het discutabel. Ik vind dat hij dan opnieuw moet. Dat vind ik een goeie. Monsterkeeper nummer 4. Marijn Dijkstra, Ajax jeugdopleiding Heerenveen, gaat nu naar Almere City. En oh ja, die man kan ook in de spits spelen, want Ajax staat gewoon in de spits tegen Utrecht onder 18. We moeten niet vergeten dat dit wel gewoon profkeepers zijn. Ik denk dat we iets zakelijker moeten worden, Ejoub. Maar het is aan jou. Hier staat The Maza. Dat betekent The Goat. Deze man is de goat. We moeten niet vergeten dat dit wel gewoon trof is. Ik denk dat we iets zakelijker moeten worden. And after this slip, I will chip over the goalkeeper, making follow the ball in slow motion. I am not a player for the bench. Hear what me say? Deze knippen we eruit hoor. Ik zweer het, deze gaat er niet in hoor. Oh, wat erg. Ik zei het nog. I am not a player for the bench. Hoor je Panenka, publiek staat op, mensen worden gek. Ejoub, de young legend. En daarna gaan ze poten eraf, let op. Ejoub, er wordt geklaagd. Kijk, weet je, het is, er zijn profkeepers en ze hebben gelijk. Weet je, op profniveau moet je meer op snelheid, dus we moeten hem opnieuw gaan doen. Ja, die schiet je er aardig in, moet ik zeggen. I am not a player for the bench. Ik
keeper nummer 5, Tom de Graaf, keeper van Jong Ajax en Nederland onder 18. Ja, nu nog 1-1, kom maar. Eup heeft een beetje moeite met de penalties, maar maakt niet uit. Hij is nu een beetje aan het testen, hij kijkt hoe die keepers aan het bewegen zijn. Penalties gaan straks beter. 5-4 nog steeds voor Eup het monster. Nee, 100% niet, 100% niet. Ja, gaan we dit nu echt doen? Nee joh, ik dacht niet nodig, hij staat er gewoon niet in. Op Toezani TV zie je verschillende voetballers. Van Eyüp het monster tot aan de achtertuin van Cristiano Ronaldo. Maar je hebt ook Keepers Handschoenen TV, een YouTube kanaal waar je onder andere Koen Zieton ziet en Farjan, a.k.a. Chesney. Abonneer, anders ben je geen echte keeper meer. Nog maar weer rechts, hè? Hij mag niet praten, hij heeft 2 doorgelaten. Hoppa! Zelf halen. Ja. Draai kort, man, die kleintjes. Hoppa! Heb jij een zwemdiploma? Zwemdiploma A, B en C. En zo naar jou, man. Je pakt gewoon 2 penalties. Maar mijn penalty had je niet, hè? Hij praat, vorige keer had ik gewoon bij hem gescoord, hè? Check maar. Oh! Karma. Goed gedaan, netjes. Als jij penalty neemt, waar denk je allemaal aan? Vrij weinig, bal moet net raken. Maar je hebt niet zo bijvoorbeeld een mind van oké, net schoot ik bij hem rechts, nu schiet ik links. Kijk je gewoon op het moment zelf? Kijk op het moment zelf. Penalties gaan niet heel lekker eerlijk gezegd. Deze was goed, maar kijk eens met die penalties. 1-1 is leuker toch? Dan blijft het gelijk tot we daar komen, dan hebben ze een probleem. Gewoon al scharend een goal gemaakt. Dat doe je toch niet? Jij bent onzeker nu, eerlijk. Ja, gewoon staan hoor. Hij blijft staan, zeg. Oh, hij blijft staan. Ik zeg je heel eerlijk, ik dacht ik blijf maar gewoon staan. Ik wil hem niet nog een keer pakken, hou op met mij. Hij heeft een grote fout gemaakt. Ja, dat is allemaal heel stoer, maar hij staat gewoon rustig achter, dus kom maar. I am not a player for the bench. Hij zegt, je staat achter omdat hij hem net 2 keer heeft gepakt, zeg maar. Hij kaft hem gewoon weer terug. Ja. Terug? Ja, hij haalt hem terug. Nee, het is lang, tak. Maar hij houdt zich gewoon niet aan de regels. Hoor. Ik ben het niet mee eens, man. Ja. Willen jullie een punt? Ja. Ze mogen een punt. Ze hebben niet alleen een punt gemaakt, ze krijgen ook de punt. Hier. Zo, alsjeblieft. Nou, dankjewel. Eyüp, keepers hebben geklaagd. Ze zeggen, ja, wij zijn profkeepers. Deze man wil profvoetballer worden. Waarom op kunstgras? We moeten op echt gras. Doen we toch? Respect man bro, als je hem zo neemt. Die man heeft meer dan 100 eredivisie wedstrijden gekiept. Hij heeft zelfs die penalty gepakt van Isaac. Hij is nu spits bij Real Sociedad. Hè. Klein gelukje hoor. Geluk hoort erbij toch? Ja? Zelf ook toch? Kom hier rennen. Kom niet rennen, ik wil gewoon rustig, man. Onze Eyüp heeft verschillende soorten stijlen penalties. Zou ik meteen met mijn links proberen? Dat doe je niet.
Ik wil deze wel even terugkijken. Er is wat twijfel en ik wil het wel even zeker weten. Ik heb gezegd dat ik rechtvaardig ben. Dus ja. Hij was goed. Je bent rechtvaardig. Rechtvaardig. Ja, geen genade, knappe penalty. Ik zeg je eerlijk. Wie neemt die penalty zo? Ja, Memphis erbij. Nee, kom even. Bruh. Vang hè. Hij wil hem door de beentjes spelen. Moet niet gekker worden, grote vriend. Wow, is heel ver. Stel even halen weer. Vertrouwen is weg, hè? Kan je niet gewoon doen. De stem is gelijk zachter voor hem. Oh, dat mag ik niet zeggen. I am not a player for the bench. Ga weg maar jongen, gaat die lachen hier zo, hè? Durf je ook van de 16 te schieten? Tuurlijk. Dan gaan we die erin gooien, man. Nu beginnen. Ja, toch? Penalty 16 en op 1. Dit is niet eens vanaf de 16, dit is vanaf de 20 meter. Ja, ja. Slechte keep. Dan ben je toch een young legend dat je vanaf de 16 moet, maar je gaat vanaf de 20. Ik zeg heel eerlijk, Eyoub is echt goed. Je moet beseffen, hè, Mickey. Hij heeft tegen Frenkie gespeeld, tegen Matthijs, tegen Virgil van Dijk. En Eyoub scoort. Die houden er wel erin, hè? Dat het niet telt. Deze telt niet. Hij gooide wel een panenka weer, hoor. Die keeper ging wel, jammer, man. Crossbar challenge! Crossbar challenge! Er zat een gat in mijn hand. Iedereen. Als het twee keer achter elkaar gebeurt, weet ik niet of het slecht gekiept is of dat hij iets heel giftigs, monsterlijks aan die bal geeft. Ik weet niet, het is geen toeval. Hij dacht op Panenka. Waarom zei je tegen hem, je dacht Panenka? Ik heb iedereen gehad behalve hem. Eentje gemist helaas. Het is wel kwaliteit, hoor. Ik bedoel, ze kunnen zeggen gaat in de handschoenen of dit, maar als je hem gewoon drie keer achter elkaar zou daar laat vallen met het staartje voor die keepers. Respect, man. 23-11, alles gaat fout. Jullie wilden toch, ja, Eyoub speelt tegen kleine, dit en dat. Hé, hey, dit zijn profkeepers. Wat wil je nog meer? Hij is nog niet tegen mij geweest. Wegwezen! Hé, dit gebeurt niet nog een keer, vriend. Potverdorie. We moeten ze ook blij maken. Hij legt ze er aardig in die hoekjes, moet ik zeggen. Hoppa! Dat is één raak hè, van de vier. Matig, matig, matig. Tom zit in zijn hoofd, heeft hem mentaal helemaal te pakken. Ja, kan je alleen maar verklappen toch? 16 heb ik nu ook wel gezien. Je bent gewoon goed, oké? Okay? Follies, durf je dat ook? Shoot, Follies. Ik gooi niet goed aan, dus hè, Fayan. Fayan, gooi maar. Maar deze jongens, dat was gewoon goed, man. Nee, jullie gooien, want jullie, ik weet niet wat jullie met die bal jullie doen. Jullie denken dat wij tegen hem zijn. Let dat was gewoon een goede bal. Nee, dat was geen goede bal. Nou, dat was inderdaad een stuk beter. Daar gooit, goed genomen ook. Ik vond die een goede wissel. Hoppa, kijk je! Zat er lekker op, hè? Zat hij erop? Bij deze gooi ik een om als je dat wil. Laat maar zien. En nu is het klaar. Alles erin. Luister, hij is een monster, maar we moeten ook wel een beetje normaal gaan doen. Deze man heeft heel veel geschoten. Hij speelt veel wedstrijden. Ik wil nog 8 schoten maximaal. Daarmee geef ik jullie een kans dat jullie nog kunnen winnen. Ben je mee eens? Zeker. Ja, tuurlijk ben je mee eens. Kom maar. Deze man is 14 jaar, dat moet je echt eventjes gaan beseffen. 14 jaar. Je hebt nog maar 4 schoten, je moet er eentje scoren. Het kan snel gaan.
Wat doet hij? Wat doet hij? Ik weet niet of ik tegen jou wil bettelen trouwens. Besef, deze man is 14 jaar. Dit zijn profkeepers. Eerlijk, hij heeft het niet verkeerd gedaan. Goed, goed gedaan. Goed. Vond je van de keepers? Goed, man. Leuke ervaring. Heel veel love als je hebt gekeken. Abonneer, anders ben je geen echte voetballer of keeper meer. En inderdaad, een dikke shout-out naar deze keepers. Het is niet makkelijk. 1-op-1 spelen, penalties. Dat is gewoon het allermoeilijkste om tegen te houden. Dus heel veel love naar jullie. Dank jullie wel voor de effort. En tot de volgende video. Adios.